binnen vandaag hier. Hartelijk welkom allemaal. Hier in het bezoekerscentrum van het historische droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. Normaal zitten we in de vestingkerk en we hadden bedacht dat we beneden in het droogdok zouden zitten. Maar hoe kan het ook anders? Als de dienst over de zondvloed gaat, dan regent het. Maar we zitten hier omdat we willen laten zien dat iedereen welkom is in een kerkdienst. En dat hoeft niet altijd in het kerkgebouw te zijn, maar vandaag in het droogdok. Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van het droogdok dat we hier mogen zijn. Ik groet ook iedereen die meeluistert met de kerkwebradio. Prachtig staaltje technisch vernuft, dank aan Alex hiervoor. Vanochtend leidt dominee Evert-Jan Vledder deze dienst. In deze bijzondere dienst krijgt hij daarbij ook hulp van twee gemeenteleden, onder andere Huib Geuze. Dieneke Visser draagt muzikaal bij op de hobo en natuurlijk is er onze vaste toetsenist Aart van de Gronden. Wij beginnen een beetje op een seculiere manier, zou ik zeggen. In de tijd dat kerk en staat nog niet zo strikt gescheiden waren in Nederland, sprak Jan Blanken ons al heel vriendelijk toe met de groet zoals u binnen bent gekomen, met heil en achting. Dus heil en achting, beste mensen, ook voor deze dienst. Fred, ik geef jou even het woord om heel kort het een en ander over het droogdok te vertellen en daarna zingen we lied 216 en dan de bemoediging, groet enzovoort. Zo, ik hoop dat ik een beetje goed te verstaan zal zijn. Dames en heren, toen ons predikant Evert-Jan mij vroeg van, kunnen we een kerkdienst houden in het droogdok? Toen moest ik even goed nadenken. Ik denk, we doen het dokken van de schepen. Maar een kerkdienst, dat hebben we nog nooit gehad. Wel in deze zaal. Deze zaal is eerder gebruikt voor een religieuze bijeenkomst, namelijk van de Jehova's getuigen. Dus zo vreemd dat het nu u hier zit om een kerkdienst bij te wonen, is niet heel apart of heel bijzonder. Althans niet voor ons. Maar ik zou u iets vertellen over het droogdok. Velen van u zijn hier misschien al geweest bij een van onze rondleidingen. En hebben daar ontdekt wat voor uniek droogdok dit wel is. Het is een met bakstenen gebouwd droogdok door Jan Blanken. Daar is hij in 1798 mee begonnen en het eindigde met het timmerdok in 1823. Met meer jaartallen zal ik u niet lastigvallen, want dat is, als u echt die geschiedenis wil weten, kom dan een keer bij zo'n rondleiding en dan kunnen wij u dat uitgebreid vertellen. We zijn er twee. Thank you.
onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zijn blij dat Dieneke Visser en ook Aart van der Gronden ook de muzikale begeleiding doen. En ik geef jullie de kans, de gelegenheid. Dieneke en Aart. Laten we bidden. O God, als het duister wordt en onrustig en wij worstelen om hoofd boven water te houden, roepen wij u om ontferming. Als wij de verwoestende kracht van de natuur zien, o God, maar ook de verwoestende kracht van wat mensen elkaar aandoen, van oorlog en geweld en vernietiging, roepen wij u, o God, om ontferming. Heer, ontferm u over ons. Wij bidden, o God, voor mensen die geen hoop hebben, voor wie het leven is uitzichtloos is geworden, het alleen één grote woestenij en storm is. Voor al deze mensen bidden wij om kracht, bidden wij om hoop, bidden wij u, o God, om uw ontferming. Amen. Wij zingen, gemeente, ten spijte daarvan dat wij ook alles om ons heen zien, dat er zoveel dingen zijn die mislopen en misgaan, geloven we toch in Gods barmhartigheid. En dat bezingen we met lied 303.
luisteraar zou meenemen. Want die mocht er net over nadenken. Wat zou je meenemen in de ark? Nou, ik weet het wel, want ik was erbij. Jullie willen natuurlijk precies weten wat er gebeurde met die ark. Dat is nou echt iets typisch voor mensen van de 21ste eeuw, zoals jullie. Een soort 8-uur-journaal-item. De ark in het water. Nou, exact de feiten. Maar ik was erbij. Ik heb het meegemaakt. Water, water, water. Water van onder, water van boven, overal water. En de ark, ja natuurlijk, die ging drijven. Vond je het dan niet verschrikkelijk? Al die mensen, hoeveel weten we niet, al die mensen die verdronken zijn, dat moest toch enorm emotioneel zijn? Mooi. Nou, ja en nee. Nee, want, of ja, ja natuurlijk, het was verschrikkelijk om te zien, die mensen die nog mee wilden in de ark. We zijn dat uit hoofd van ons eigen wezen, als mensen, als schepselen van God, eigenlijk aan ons eigen statuur verplicht, om de natuur en de aarde en alles om ons heen en het leven op zich te koesteren als een God gegeven schepping, gave. En daar is de regenboog volgens de Bijbelse traditie een symbool van. En zo is er hoop. Is er hoop voor ons allen. Want God heeft zich steeds aan deze wereld en aan mensen verbonden. Aan ons om dat respect ook op te brengen en uit te leven. Amen. Dank voor EHWO, voor jullie aanwezigheid. We dachten dat we beneden in de dok zou zijn, het was veiliger, maar we zijn toch blij dat jullie er ook bij zijn geweest. En ook Dieneke, voor jouw medewerking, Aad, voor je medewerking, de leiding van het droogdok, dat we dat hier mochten doen. En dan hebben we nog een hele lijst, ja. Fred van der Pannen, Dick, Anke Thea, Huip, Jan, Eleonore, Aad, Dieneke, Nettie, ja, wie nou nog altijd mensen vergeten. Dus, maar het was toch fijn dat we hier konden zijn. Op een bijzondere locatie. In deze plaats. Laten we van hier gaan. En ontvangen wij de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Er is koffie.
Thank you.